harte welkom bij het programma over recreatie en toerisme in de Langstraat. Voor heel veel mensen is dit gebied eigenlijk nog heel erg onbekend. Wat is er nou eigenlijk allemaal mogelijk? Daarom willen wij van RTV Midden-Brabant u een kijkje geven wat er allemaal mogelijk is. We gaan onder andere heerlijk klimmen in een klimcentrum. We gaan sportief vissen aan de rivier de Dongen. En we gaan heerlijk fietsen in de Loonse en Drunense Duinen. Kortom, nog veel meer voor ieder wat wils. En wij wensen u heel veel kijkplezier. Ik sta hier met wethouder van Tilburg, Marieke Moorman. En ik ben heel erg benieuwd wat haar visie is over de waarde van Midden-Brabant. En wat dat precies inhoudt en wat Midden-Brabant zoal doet. Marieke, kun je daar iets over vertellen? Ja, daar kan ik zeker wat over vertellen. Midden-Brabant is, ja, zoals de naam het al zegt, een prachtig gebied in Midden-Brabant. Bestaat uit 8 gemeenten. 2 wat grotere steden, Tilburg en Waalwijk. En 6 wat kleinere gemeenten, Oosterwijk, Hilvarenbeek, Goorle, Geelzerijen, Loon op Zand, Dongen. En die 8 gemeenten samen, die hebben 2 jaar geleden besloten om veel intensiever met elkaar te gaan samenwerken. Ja. Want dat biedt kansen als we gaan samenwerken. Want heel veel dingen kan je gewoon als zelfstandige gemeente niet alleen. Dus we hebben gezegd, van laten we nu de handen ineens slaan en een aantal thema's bij de kop pakken waar we echt intensief op gaan samenwerken om ook zo Midden-Brabant op de kaart te zetten. Wat zijn die thema's zoal? Nou, laat ik een paar voorbeelden noemen. Eén belangrijk thema is de werkgelegenheid. Ja. Hoe zorgen wij ervoor dat we in Midden-Brabant, dat de mensen die hier werken ook hun werk behouden en dat er nieuwe banen bijkomen, dat er straks ook werk is voor onze kinderen. En dan vinden wij het helemaal niet relevant of een bedrijf kiest voor Waalwijk of voor Geelzerijen. Als we maar zeggen van nou, in de regio is er genoeg werkgelegenheid. Nou, een ander aardig voorbeeld is hoe ga je nou om met het Midden-Brabantse landschap. Prachtig landschap. We hebben een aantal hele belangrijke nationale landschappen. Ik noem natuurlijk de Loonse en de Drunense Duinen. Het Groene Woud. We staan hier aan de rand van de Rechte Hei. Maar ook de Oosterwijkse Venne om een voorbeeld te noemen. En hoe zorg je nou dat die landschappen ook tot volle wasdom komen. Terwijl ook de steden en de gemeenten toch ook zelf kunnen groeien. Maar dat is wel een heel wankel en heel precies evenwicht. Ja, dat is natuurlijk belangrijk voor de mensen die in die dorpen en steden wonen. Maar ook om toeristen naar Midden-Brabant te trekken. Precies. En wat doen jullie daarvoor om toeristen naar Midden-Brabant te trekken? Nou, door in ieder geval te koesteren wat we hebben. De bekendste voorbeelden zijn natuurlijk, is natuurlijk de Efteling en de Beekse Bergen als grote trekkers. Maar vergeet ook niet alle kleinschalige cultuur in de dorpen en de steden. En hoe kun je nou zorgen in samenwerking, want dat kunnen we als gemeente niet alleen met de bedrijven in de regio, met die creatieve industrie. Hoe zorg je er nou voor dat je dat op de kaart zet? En dat mensen ook weten als ze naar Midden-Brabant komen van ja, verdorie, hier is het te doen. En kunnen we ook arrangementen maken van als je een dagje naar de Efteling gaat, dat je vervolgens ook gaat winkelen in Oosterwijk de dag erna. Of een hotelletje boekt in Goorle. Nou, dat je op die manier het Midden-Brabant ook aantrekkelijk maakt. Jij noemde net al eventjes werkgelegenheid, hè, in Midden-Brabant, dat je dat wil creëren, ook voor de toekomst, zeg maar. We hebben nu natuurlijk te maken met, daar kunnen we niet omheen, een crisis. Hoe zie je dat voor je, werkgelegenheid creëren in deze toch wel moeilijke tijden? Nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Dat is in de eerste plaats echt de handen ineens slaan met het bedrijfsleven om heel goed te weten waar zij behoefte aan hebben. Want in sommige sectoren weten we dat er nu al een tekort is aan arbeidskrachten, maar dat zeker in de toekomst zo zal zijn. Dus weten van wat heeft het bedrijfsleven Midden-Brabant nodig. Bijvoorbeeld in de zorg weten we dat er grote tekorten gaan ontstaan op het gebied van personeel. En het tweede is dat we met het onderwijs dus goede afspraken maken over wie leiden jullie waarvoor op. En we hebben helaas in de regio nog best veel kinderen die voortijdig van school gaan, voordat ze een diploma op zak hebben. En die mensen proberen wij terug op school te brengen of terug aan een baan te helpen. Want zelfs in crisistijden, maar zeker als de crisis straks voorbij is, hebben we deze jongeren heel hard nodig om aan de slag te zijn. Precies. Je spreekt over een samenwerking met de diverse gemeenten die je net eerder noemde. Die samenwerking, de onderliggende gemeenten werken dus ook met elkaar samen, begrijp ik. Hoe moet ik dat zien? Ja, dat is, we weten elkaar goed te vinden, want samenwerking begint bij elkaar kennen en elkaar echt ontmoeten en de telefoon kunnen pakken en dat ik mijn collega wethouder in Dongen kan bellen en zeggen van joh, ik zit hier en hier mee en denk eens even hoe we dat samen kunnen oplossen. Dus het betekent dat de colleges van burgemeester en wethouders van die 8 gemeenten, die ontmoeten elkaar regelmatig.
allemaal bij elkaar in een hok. En dan bediscussiëren we de problemen waar we voor staan. En vervolgens leggen wij dus ook de relaties met het onderwijs, met het bedrijfsleven, met allerlei maatschappelijke organisaties. We hebben een agenda voor Midden-Brabant opgesteld. Van wat zijn nou de thema's die we met elkaar belangrijk vinden. En laten we kijken hoe we dat gezamenlijk kunnen oppakken. Want wij als overheid kunnen het absoluut niet alleen. Nee, daar heb je de burger ook voor nodig. Zeker. De thema's die jullie samen willen oppakken, kun je daar iets over vertellen? Nou, dat zijn er een aantal. Heeft te maken met die werkgelegenheid die ik bedoelde. Toerisme en recreatie, heel erg belangrijk. Zorg, dat weet bijna niemand, maar in Midden-Brabant zitten heel veel, nou ja, sowieso ziekenhuizen, maar veel organisaties die te maken hebben met zorg. Waar dus ook inderdaad die arbeidsplaatsen straks weer nodig zijn. En de hele, wat wij noemen, de logistieke agenda. Dus hoe zorg je dat het Midden-Brabant ook bereikbaar is en blijft? En dat betekent dus ook dat we gezamenlijk de lobby moeten voeren naar Den Haag. Bijvoorbeeld als het gaat over de verbreding van de A58 of het verdiepen van het Wilhelmina-kanaal. De hele, het vervoer over het spoor, want dat is ook wat onze regio bindt. Want de regio moet ook bereikbaar zijn en blijven. En hoe doen jullie dat vanuit Midden-Brabant naar bijvoorbeeld Den Haag of überhaupt naar andere steden? Ja. Hoe dragen jullie dat uit? Nou, een mooi voorbeeld is inderdaad het spoor. Hè? Hoe zorg je dat het allemaal goed bereikbaar blijft? Soms ook het aanleggen van spoortunnels. In Geelse-Rijen speelt dat op dit moment heel erg. En daar helpt het als je als regio de lobby voert, afspraken maakt met in eerste instantie de provincie, maar ook met het ministerie. Want je staat samen sterker als je tegen de minister zegt van nou, wij hebben hier nu een spoortunnel nodig, ik noem maar even dat voorbeeld. En de regio vindt dat ook, wij vinden dat in gezamenlijkheid, dan dat bijvoorbeeld Geelse en Rijen alleen naar Den Haag moet. Dus het is echt ook samen een vuist maken. Ja, samen staan het tenslotte veel sterker. Ja, dat is absoluut waar. Ja. Zijn er verder nog zaken waarvan jij zegt van, dat wil ik als wethouder van Tilburg uitdragen en zeker nog even noemen als laatste afsluiting met betrekking tot ons programma, als ik over mezelf spreek, met betrekking tot recreatie en toerisme. Nou ja, wat ik vooral heel erg belangrijk vind, want wij werken bestuurlijk samen, dat is allemaal heel interessant en daarmee hopen we de goede dingen voor de regio te bereiken. Maar ik hoop vooral dat Midden-Brabanders zich gewoon geweldig thuis voelen in het gebied waar ze wonen en dat ze daar ook trots op zijn en dat uitdragen. Want ik weet van mensen van buiten de regio die hier altijd naartoe komen zeggen van, goh, eigenlijk wisten we helemaal niet dat het hier zo prachtig was. En soms denk ik wel eens van, goh, zijn we daar niet veel te bescheiden in? Dus die regionale samenwerking die gaat hopelijk heel erg helpen om die trots ook beter met elkaar uit te dragen. En dat moet niet alleen van wethouders en burgemeesters komen. Juist helemaal niet, denk ik. Die mogen dat zeggen, maar het zou zo goed zijn als elke inwoner van Midden-Brabant zegt van, ik ben er trots op dat ik in Midden-Brabant woon. Dan zeg ik bij deze, ik ben er trots op dat ik in Midden-Brabant woon. Ik ook. Ik sta hier bij paardenmelkerij De Bonte Hoeve in Sprangkapelle aan de Hoge Vaart. En ik heb naast mij twee hele leuke eigenaren van deze paardenmelkerij. Wat ik als eerste wilde weten, wat is er zo bijzonder aan de Langstraat? Nou, de Langstraat is een gebied wat een heel lang, de Langstraat zegt het al, een langgerekt lint. En daar zijn vroegere tijden dwarspercelen op gevormd, hele lange smalle percelen. En dat zijn afgezet met Elzenheggen. En daar komt het Slagerland van de Langstraat vandaan. En het Slagerland, kun je me daar iets over vertellen? Wat houdt dat precies in? Nou, zoals ik al zei, het zijn vrij lange, smalle percelen. Meestal waren ze niet veel breder dan zo'n 12 meter. En die liepen dan vanaf het lint van de bebouwde kom tot aan de Bergse Maas. En daar werd elke keer een stukje meer ontgonnen. En dan aan de zijkanten gebruikten ze dan, stonden elzen. En die gebruikten ze dan weer voor griefhout, voor de kachel en dat soort dingen. Want het Slagenlandschap staat, want eigenlijk als we denken aan natuurgebied in Midden-Brabant, dan denken we aan de Oosterwijkse Vennen, dan denken we aan de Loons- en Drunense Duinen, maar eigenlijk helemaal niet aan het Slagenlandschap. Wat is daar nou zo specifiek aan en ook zo bijzonder aan? Nou, het is heel oud vooral. Het is duizenden jaren oud. Ze hebben hier een paar jaar geleden ook hele stukken afgegraven. En daardoor zijn hele oude zaadjes weer boven gekomen, zodat nou ook de zonnedauw en de orchidee hier gewoon in het wild groeit. Wow, dus dat zijn ook echt gewoon bijzondere planten en bloemen die hier groeien? Ja, het zijn hele bijzondere bloemen en planten. En aan de andere kant van ons bedrijf hebben ze 6 soort van petgaten uitgegraven. En daarvan is de bedoeling dat die ook met plantengroei weer helemaal dicht gaan groeien. Waardoor de papieren zolders van vroeger weer ontstaan waar je dan op bepaalde plekken overheen zou kunnen lopen. En wat doen jullie daarmee als eigen paardenmelkerij?
Wij geven excursies aan groepen tot een persoon of 40, 50. En die mogen dan onze paardenmelkerij zien. Laten wij het melken zien van de paarden. Ze mogen de melk proeven. Ze krijgen hier nog een mooie film over ons bedrijf met ook een stukje natuur. En dan is er nog een mogelijkheid om met de gids het Slagenland in te trekken. En zo'n gids die legt dan van alles uit over het Slagenland hier. Nou, we staan hier dus helemaal midden tussen de paarden. Echt hartstikke leuk. Net twee jonge veulentjes geboren, begreep ik van jullie. Wat doen jullie daarmee? Jullie geven excursies aan scholen enzovoort. Wat doen jullie? Nou, we hebben een paardenmelkerij, zoals je net al zei. En de veulentjes moeten de eerste 6 weken bij de moeder blijven lopen. En daarna gaan we de moeder melken. Ze hebben het veulentje 3 uur apart. En dan daarna moeten we de moeder melken. En dan mag het veulen weer bij de moeder terug. En dan bouwen we langzaam op totdat ze overdag een paar uur, of de hele dag apart staan, zeg maar. Zodat we dus 3 of 4 keer kunnen melken om de 3 uur. Nou, die melk op zich is heel gezond voor de darmen en huidproblemen. En dat is waar wij de paardenmelk voor verkopen. Jullie verkopen ook echt paardenmelk dus voor particulieren, zeg maar? Ja, in bevroren toestand. Oké, en ik hoor je al zeggen dat is goed voor de darmen en de huid. Wat zijn nog meer aandoeningen waarvan je zegt van nou, daar is paardenmelk een wondermiddel voor? Nou, onder andere hebben we ook een groep mensen die een kinkhoest drinken. Ja. En ja, die mensen doen niet inent uit geloofsovertuiging. En als de kinkhoest heerst, dan merken wij dat direct, want dan komen ze massaal naar ons toe. En is het ook lekker, paardenmelk? Paardenmelk is waterig en zoet. Ja, en of het dan lekker is, dat is smaken verschillen. Ja. Dat de ene houdt er wel van, de ander niet. Maar de meeste mensen die het durven te proeven, die vinden het lekker. En jij vertelde mij net al van jullie hebben naast paarden, dat is natuurlijk jullie hoofdzaak, maar ook nog andere dieren. Wat kunnen we hier zoal vinden? Eigenlijk alles behalve varkens. We hebben geiten, paarden, honden, poezen, muizen, spinnen, van alles hebben we hier rondlopen. En ja, dat is hartstikke leuk. Daar gaan we ook mee langs scholen. 10 verschillende diersoorten nemen we dan mee. Allemaal in hokken en die stallen we allemaal uit op een schoolplein. En dan komen ze klas voor klas komen ze langs en dat vinden ze prachtig om te zien. We hangen er wat vragen bij, dus dan hebben ze ook nog wat educatief materiaal om ervan te leren. En er zijn ook klassen die, of scholen die zeggen van nou, bij jullie op de boerderij komen we langs. En dan doen we eigenlijk hetzelfde, maar dan zien ze de dieren in hun natuurlijke omgeving waar ze altijd zitten. En dan ja, doen we hetzelfde als op het schoolplein. En kinderen die genieten, die willen eigenlijk niet meer naar huis. Nee, dat begrijp ik niet. Ze is leuker dan een dier wat dat betreft. Je vertelde straks al kerkuilen, die hebben jullie ook. Hoe staat het daarmee? We hebben op dit moment 1 kerkuil die zit te broeden op 6 eieren. Die 2 jaar geleden heeft er een kerkuil een nestje grootgebracht van 3 jongen. Die zijn ook alle 3 uitgevlogen. Vorig jaar hebben we de ontvangstruimte verbouwd, dus hadden we geen kerkuil. Er was te veel poespas eromheen. En dit jaar is die gelukkig weer teruggekomen. En nu hebben we ook een camera erin hangen. Dus kunnen we in onze ontvangstruimte live de beelden laten zien dat de uil zit te broeden. Dus eigenlijk naast het hele mooie natuurschoon hier in het Slagenlandschap hebben we ook heel veel mooie dieren. Zelfs een kerkuil. Nou, wie had dat kunnen denken? Hartstikke leuk. Ik ben weer een stuk wijzer geworden. Dankjewel. Ik sta hier met Leo Bekkers, programmamanager van Leisure Boulevard. En om meteen de diepe in te duiken, wat zegt de Langstraat jou? Tja, de Langstraat. Nou, mijn moeder is geboren en getogen in Waalwijk. Mm-hmm. En ik denk dat dat dan ook gelijk het antwoord al is. Schoenen, leder, schoenenhandel, alles wat daar omheen zit. Ja, daar zijn wij als kinderen niet alleen thuis mee opgevoed, natuurlijk ook op school. Ja. Maar dat was voor ons natuurlijk het verhaal van de Langstraat. Mm-hmm. Wat wil jij onder andere als programmamanager daarmee uitdragen? Nou, ik denk dat de Langstraat is als je daar nu doorheen rijdt, ik denk dat de meeste mensen niet eens meer weten dat het gebied van oorsprong zo heet. En als je ziet wat er nog in het gebied aanwezig is, dan blijkt dat het gewoon ja, eigenlijk onzichtbaar is. En die schoenen- en lederindustrie van vroeger, die is er nog maar dan in een andere vorm. Wat is die vorm? Nou, als je kijkt dat bijvoorbeeld de schoenenhandel, gaan miljoenen para schoenen feitelijk via de handel in Waalwijk de wereld in. Een fenomeen wat ik ook niet weet, maar als je daar achter komt, dan in één keer herken je die schoenenbedrijven, die schoenenmerken. Mm-hmm. De halve zolenlijn bijvoorbeeld, wat vroeger een spoorlijn was, het heet niet voor niks halve zolenlijn. Nou ja, dat is 1 op 1 die combinatie met dat schoenen- en lederverleden. Mm-hmm. Dat is daar dus allemaal nog aanwezig. Om daar meteen op in te haken, je zegt de halve zolenlijn. Wat is dat voor lijn? Het was vroeger een spoorlijn en het is nu een fietspad eigenlijk die diezelfde lijn nu weergeeft. En als je daarop rijdt dan, en je kijkt om je heen, dan zie je eigenlijk zonder dat je het merkt een stukje van de historie terug. Uh-huh.
En kijk maar eens naar de gebouwen. Kijk maar eens naar een stadhuis bijvoorbeeld in de gemeente Waalwijk. Maar je ziet het ook in Dongen. De oude leerlooierij die daar nog zit. Je ziet het in al die plaatsen die bij die Langstraat horen, zie je allemaal nog elementen terug. En het aardige is dat die halve zodenlijn feitelijk die plaatsen zo op die manier met elkaar verbindt. En wat is jullie doel? Nou, wat we gaan proberen is dat Langstraat verleden eigenlijk te transformeren naar de toekomst. Dat we dat schoen en leder weer terugbrengen in dit gebied. En daar hebben we een aantal dingen voor bedacht en die zijn we aan het uitvoeren. Hoe zie je dat voor je dan? Nou ja, als je moet eigenlijk weer het middelpunt van de schoenen worden, laten we even minimaal Nederland noemen. Mm-hmm. En daar zou je een aantal dingen aan kunnen doen. Een van de dingen die we gaan doen, wat in ontwikkeling is, is om een groot aantal merken schoenen bij elkaar te brengen. Die te gaan verkopen, als een soort van, ik noem het even winkelcentrum voor schoenen, laten we het zo noemen. Waar in eerste instantie de 60 mooiste en beste merken van de wereld naartoe gaan, maar dat kan uitgroeien tot de 100 merken. Ja, ik kan u garanderen dat als we dat hebben hier in Waalwijk, dat die Langstraat daarmee in één keer op de kaart staat als schoenenhoofdstad van Nederland. Maar we willen ook nog wat verder gaan. Want als we gaan kijken bijvoorbeeld naar opleidingen voor schoenen, ook die willen we hierheen halen. We hebben daar interessante mogelijkheden voor. We zijn onlangs op een beurs geweest in Duitsland. Ja. En ik kan u vertellen dat vanaf september van dit jaar de eerste binnen- en buitenlandse studenten hier op bezoek zullen komen. Om aanvullende cursussen, masterclasses en aanverwanten te gaan volgen. Die alleen maar gaan over schoenen en leder. Met betrekking tot dat schoenencentrum, noem ik het maar even, hè, wat heel groot gaat worden enzovoort. Op wat voor termijn gaat dat plaatsvinden? Ja, daar heb je toch nog wel wat tijd voor nodig. Mm-hmm. En dat is niet zozeer alleen maar bouwtijd, maar er zijn ook wat procedures die doorlopen moeten worden. Maar dan moet je dat ongeveer weer wegzetten ergens in 2016. Dat is al redelijk snel. Dat is al inderdaad redelijk snel. Als we het over de opleidingen hebben, mm-hmm. Dan hebben we het over september 2012. En dan hebben we het over een paar maanden. En hoe moet ik dat voor me zien dan? We zijn op dit moment wat plannen aan het uitwerken. Met locaties zijn we bezig. Dat is nog in een wat stadium waar we nog niet helemaal mee naar buiten kunnen komen. Maar wij gaan vanaf september gaan wij hier cursussen geven. Er is een ruimte op zicht en we gaan kijken of we dat verder vorm kunnen geven. We staan nu in het Schoen- en Ledermuseum in Waalwijk en we staan bij een van de productiemachines. En u kunt daar ongetwijfeld veel meer over vertellen. Het is namelijk zo, voordat de schoen dus in de productie komt, is er al veel voorbereiding gepleegd. Dus de ontwerper is bezig geweest. De snijder heeft de bepaalde delen uit de huid moeten snijden. En die zijn aan elkaar gestikt. Stikken is een heel lelijk woord, maar het is eigenlijk wat tussen een kleermaker en van naaien, de naaimachine. De naaimachine hebben we hier. Hier hebben we verschillende naaimachines, waarvan de delen die gesneden zijn door een vakman, aan elkaar gestikt worden. Het eindresultaat is dan, noemen we de schacht. De schacht is het bovenste gedeelte van de schoen die over een leest heen gevouwen wordt. En de schoenmaker die stond niet met zijn mond vol tanden, maar die stond met zijn mond vol spijkers. Want wij nemen dus een handvol spijkers en wij gaan hier zwikken. Dit is een zwiktang, die is over heel de wereld hetzelfde. Ik onderbreek heel even, maar wat is zwikken? Zwikken is het gedeelte over de zool heen spannen. Zwikken, het komt eigenlijk op je hiel omzwikken, verzwikken. Ja. Dat zijn eigenlijk de woorden. Dus we pakken dit. Nou, onze lieve neer heeft maar twee handen gegeven. Hij zegt, die spijkers stop je maar in je mond. Die spijkers die worden dus, die nemen we dus uit een bakje, stoppen in je mond en die worden zo eruit gehaald, erin gezet en vastgezet. Dat was het voorwerk. Daarna werden die schoenen op een bok gezet, gingen rondom spijkeren. Maar hier hebben we een machine die dat werk overgenomen heeft van de handzwikker. En dat is deze machine. U ziet wel, de mond van de machine is hetzelfde als de mond van het. Hier zitten die spijkertjes in die normaal bij mij in mijn mond zitten. Die zitten en die lopen hier door en dan in één keer slaat hij die spijkertjes hier ook in. Is dit het resultaat? Kijk, en wat nou zo interessant is, het Schoen- en Ledermuseum gaat straks ook onderdeel uitmaken van ons Langstraatverhaal. Ja. En mensen denken aan een museum al heel snel aan iets uit het verleden. Maar ja, zoals je nu ziet,
We gaan straks ook iets doen met innovatie. We proberen die studenten die hier naartoe komen ook iets met design te laten doen. En die zullen ook hun paar schoenen moeten maken. En de machines zoals die hier staan, en geloof het of niet, met diezelfde machines kunnen die studenten ook weer die nieuwe schoenen maken en ontwerpen voor de toekomst. Dus we zitten niet in een museum uit het verleden, eigenlijk zitten we in een museum in de toekomst. En u moet zich voorstellen, als we dat combineren met het onderwijs, combineren straks met dat schoenencentrum, combineren met alle toeristische mogelijkheden van fietsroutes tot en met interessante plaatsen, ja, dan zet je de Langstraat zoals ik hem geleerd heb van mijn vader en moeder, schoen en leder, zoals ik het op school geleerd heb, zet je jezelf zo stevig in de markt dat als ooit straks iemand schoenen of leder roept, dan komt de Langstraat vanzelf achteraan. Absoluut. Dan staat de Langstraat heel erg goed op de kaart. En bij recreatie hoort natuurlijk ook hengelsport. Ik sta hier in Geertruidenberg aan rivier De Dongen en achter mij zit Lucien te vissen. Ik ga eens even een kijkje nemen wat hij zoal gevangen heeft. Wat zie ik hier? Een brasem. En wat is dat precies voor een vis? Ja, een witvis. Want vertel, hoe gaat dat in zijn werk? Ik heb echt 0,0 verstand van hengelsport. Hoe, je gaat hier een stellage opbouwen en dan? Ja, nou dan begint het met alles af te peilen, tuigen. Mm-hmm. En voor de rest, als alles is afgepeild, kan het voeren beginnen. Mm-hmm. Nou, voer. Ik heb hier gewoon normaal lokvoer. Ik vind het er echt een beetje smerig uitzien. Wat is dat allemaal? Ik zie allemaal bewegende dingetjes en toestandjes. Wat is dat allemaal? Nou, dit is voer. Ja, dat is op basis van granen. En hier zit ook heel erg veel leem doorheen gemengd. En dat is? Leem, dat is een grond. Oh, gewoon grond. Zo de leemsoort. Okay. Ja. Oké, okay, en dan ga je het voer eraan doen en dan? Ja, nou dan is het... Dan is het even afwachten geblazen. Kijken of de vis het gaat doen. Nou, doet de vis het, dan is het zaak om af en toe bij te voeren. Ja. Nou, dat gaat weer maar zoiets. Een cupset, een klein bakje aan de top. Nou, daar gaat een voerbal in. En die voerbal, waar bestaat het allemaal uit? Ja, dit is fabrieksvoer in principe. Met zelf gemengd met wat leem. En ook wat verse vazen doorheen. Nou, dat zijn deze. Muggenlarven. Ja. En wat kasters. Kasters zijn verpopte maden. En voor de rest nog wat hennep. Uh-huh. Dus. En hoe heet het? Vind je dat niet smerig om dat aan zo'n hengel te zetten? Nou, niet echt. Ja, ik vis ook bijna alleen maar wedstrijden. Dus ja, iets smerig vinden, dat zit er dan niet bij. Nee, dus. Nee. Maar ik kan me zo voorstellen dat voor zo'n hengelsport heb je volgens mij ongelooflijk veel geduld voor nodig. Want hoe lang duurt het voordat je beet hebt? Ja, gemiddeld, ja, zoals een dag als vandaag had ik binnen 10 minuten beet. En dan eerst alvorens een stuk of 10, 15. Toen ging de beet eraf. Nou, toen dacht ik eerst dat er maar geen vis meer zat. Maar dan blijkt dat er een paar brasems, zo'n vis zoals je net. Wat die erop zitten, nou, die komen vaak met iets minder, maar dat zijn wel de vissen die mee een wedstrijd toch wel het gewicht maken. Want hoe werkt dat in een wedstrijd? Naar aanleiding van waar wordt bekeken van wie de winnaar is? Gewicht. Dus je kunt het zo voorstellen. Heel de kant zit vol met wedstrijdvissers. Ja. Ook met zo'n stellage. Nou, die hebben allemaal een leefnet en dan in een bepaalde tijd. De meeste wedstrijden zijn rond de 4 uur. Na 4 uur vissen wordt er dan gewogen. Degene die het meeste gewicht heeft, die wint. Okay. En nou sta ik hier zelf met hele charmante laarzen aan in het water. Maar is het nou zo dat je op een gegeven moment niet ontzettend koud krijgt? Of is daar speciale kleding voor? Hoe werkt dat? Ik heb dan een pak. Dus zoals een dag of vandaag is dat wel nodig. Want ja, je zit toch 4, 5 uur aan de waterkant. Yeah. Dus op een duur wordt het wel koud. Ja. En voor de rest is het een kwestie van goed aankleden. En dan als laatste, wat is er nou zo leuk aan de hengelsport? Dat je zegt van, dat moet je echt gaan doen. Ja, de spanning. Dus als je dobber ondergaat, weet je nooit wat er aan zit. Dat kan een voren zijn, een brasem, een baars. Dus niemand weet het. Nou, wie weet tref jij mij binnenkort ook wel aan de waterkant met outfit en al. Dankjewel, hè.
Geert, we staan hier op een, nou ja, geen drie landenpunt, drie gemeentepunt noem ik het maar even, KLM. Scooterverhuur Brabant, wat doen jullie precies en wat is er mogelijk? Wat wij doen is het verhuren van retro-scooters, snorscooters, 25 km per uur. Leuk voor groepen, individueel. We geven routes mee, dus je kunt een leuke route rijden. Nou, KLM is onder andere een van de leuke routes, Kaatsheuvel, Loromsand en de Moer. We hebben verder nog de route rond de duinen. Dat is een route die leuk rond de duinen gaat, Drunse duinen, veel terrasjes, veel horeca. We hebben ook nog een route Heusden, dus de Maas en de duinen. Dat is eigenlijk onze meest populaire route. En dat is een route die over het pontje gaat bij Drongelen, richting Heusden gaat en vervolgens weer via de duinen in Loromsand terugkomt. Klinkt hartstikke leuk. Jij zegt groepen, waar moet ik dan aan denken? Bedrijfsuitjes voor bedrijven, evenementen, tot 25, 40 scooters ongeveer. Maar ook als iemand gewoon lekker met z'n tweetjes wil komen scooteren, geen enkel probleem. Dat kan ook allemaal bij jullie, begrijp ik. Oké, en die routes die jullie uitstippelen, gaat het in samenwerking met horecagelegenheden of hoe werkt dat? Dat hebben we wel geprobeerd. Ja. Dat is lastig. We adviseren onze klanten wel waar de leukste aanlegplekjes zijn. Maar het is niet zo dat iemand verplicht is om ergens een consumptie te gaan pakken. Iedereen is vrij om te doen en laten wat ze willen. Gewoon een leuke dag, lekker scooteren, leuk rijden, plezier hebben, genieten van het weer, genieten van de omgeving. Ja. En wat zijn nou leuke tips, als jij een tipje van de sluier kunt oplichten? Nou, wat erg leuk is, deze route bijvoorbeeld richting de Moer, kom je langs landgoed Lobelia. Je ziet daar zelfs nog wat kangeroetjes, wat exotische beestjes. Je ziet daar van die koeien rondlopen, van die grote stieren. Nou, vervolgens ga je richting het buitengebied, dan heb je wat meer landbouw. Vervolgens ga je richting de Maas, ja, dan heb je het watergebied. En vervolgens richting Heusden, heb je historie. En zo terug via de Loonse Drunse duinen. En ja, dan heb je de karakteristieke eigenschappen van de duinen. Erg leuk. Veel horeca, veel terrasjes. Klinkt hartstikke leuk die route. Dat is eigenlijk alles van Midden-Brabant in één, als ik het goed begrijp. Ja, een stukje historie, een stukje landbouw, een stukje natuur, historie. Ja, eigenlijk alles. Water. En hoe ben je hier zo toe gekomen? Want hoe lang doe je dit dan? We doen dit nu 4 jaar. Eigenlijk onder het genot van een borreltje samen met een vriend van me, Mark Otte, van ACL Auto. Hebben dit bedacht. En ja, erg succesvol eigenlijk. Dus ook via internet komen al onze boekingen binnen. En oh ja, het vertelt zich rond. Mensen komen vaak 2, 3 keer terug. Dus ja, erg leuk. Ook heel veel leuke groepjes. Vrijgezellen, veel dames. Vrijgezellendagen. Bedrijfsuitjes. En wat is jullie geheime succesformule? Ja, nou is het niet geheim meer, maar wat is jullie succesformule? Nou, we hebben geen verplichtingen. Je krijgt bij ons geen geel jasje aan. Oh, ja. Je hebt geen verplichtingen. Je hoeft nergens naartoe. Je mag doen en laten wat je wil. Je mag later komen. Als je de scooters mee heel houdt, veilig bent. Ja. Dat is het belangrijkste. Bij veiligheid, waar moet ik dan aan denken? Nou, wij gaan ervan uit dat de mensen veilig en zorgvuldig met de spullen omgaan. We hebben in al die jaren eigenlijk amper een ongelukje gehad, een keer een valschade, maar voor de verder rest gelukkig nooit schades. Dus ja, dat is belangrijk. Het moet een leuke dag zijn. Het moet geen gevaar opleveren. De scootertjes gaan ook maar 25 km per uur. Lekker rustig. We geven iedereen de gelegenheid na een korte instructie om even een rondje te rijden, om wat gevoel een beetje te krijgen. En we merken heel duidelijk dat mensen, vooral ouderen, na 100 meter eigenlijk al wel het gevoel hebben en ja, zich veilig wanen en veilig voelen. Ja. Want zo'n dag, hè, hoe lang duurt dat ongeveer, zo'n scooter toch? 4 uurtjes, dat betaal je een bedrag van 29,50. Wil je de scooter de hele dag meenemen, betaal je 39,50. Alleen even aftanken, einde van de rit en zonder schade terugbrengen. En dat is eigenlijk alles. Ja. Dan kan de scooter toch gaan beginnen. Nou, hartstikke leuk. Dankjewel voor de informatie. En wij zijn weer wat wijzer op het gebied van scootertochten. Nou, slot, als er mensen terugkomen, dan zijn ze in de gelegenheid om deze scooters te kopen. En eind van het seizoen worden ook alle scooters tweedehands aangeboden. We beginnen elk seizoen met een nieuwe voorraad, dus nieuwe scooters, dus veilig. Goed, en voor de mensen die hier op vakantie zijn, is de gelegenheid om een leuke Peugeot te huren. Rick, hoe ben jij zo tot klimmen gekomen? Ja, eigenlijk vanuit mijn jeugd ben ik in de Ardennen begonnen met wat cursussen. Uiteindelijk ben ik naar de Verenigde Staten verhuisd, heb ik daar heel veel buiten geklommen. En toen ik op een gegeven moment weer terug naar Nederland ging, toen, toen bleek er opeens eigenlijk klimhallen te bestaan. En van mijn hobby heb ik eigenlijk mijn werk kunnen maken. En ik klim graag indoor, omdat je in Nederland nou helemaal niet naar buiten kan. En uiteindelijk kreeg ik de kans om echt van mijn hobby mijn werk te maken. En ben ik inmiddels een paar jaar nu manager hier bij
Klimcentrum Neoliet in Tilburg. En wat is voor jou nou de enorme kick die jij haalt uit indoor klimmen, bergbeklimmen, in de natuur klimmen, whatever? Ja, het mooiste is natuurlijk als je buiten bent. Ik noem het altijd, het is een beetje een spectaculaire wandeltocht door de berg heen. Alleen je gaat dus niet horizontaal door de bergen, maar verticaal door de bergen. En je ziet de schitterende uitzichten en je bent tegelijkertijd aan het sporten in een bepaalde moeilijkheidsgraad die bij jou hoort. En dat is wel erg leuk om te doen en erg spectaculair. Ja. Nu merkte jij daarnet al bij mij, ik vond het al enorm spannend om hier zo te gaan hangen. En ik vind het nog steeds enorm spannend. Ik kan me voorstellen dat er heel veel mensen, als ze denken aan bergbeklimmen, dat ze dan denken aan hoogtevrees. Hoe kun je daar overheen komen als je toch zoiets hebt van nou, bergbeklimmen lijkt me wel onwijs gaaf? Nou, er komen toch wel heel veel mensen, die komen toch wel eens even kijken. En die hebben inderdaad zoiets als hoogtevrees. Vervolgens lopen ze wel gewoon de trap op, dus die hoogtevrees, dat valt op zich wel mee. Maar als hier mensen komen met kinderfeestjes of bedrijfsuitjes, we beginnen altijd rustig aan op een wat makkelijkere wand. En eerst maar eens 2 meter en ga maar eens eventjes in zo'n gordel hangen en hoe voelt dat? En dan zijn ze al snel over de hoogtevrees heen en voor je het weet zitten ze hier 20 meter hoog in het dak. En is er helemaal niks meer aan de hand en heb je alleen maar plezier van het klimmen. Want ik hoor jou net al zeggen kinderfeestjes enzovoorts. Wat zijn de mogelijkheden hier allemaal? Wat doen jullie hier precies? Nou, natuurlijk hebben we heel veel leden hier zo die gewoon echt klimmers zijn. Die gaan ook zomers naar buiten om te klimmen en die zijn hier lid. Die trainen hier 2, 3, sommigen wel 4 keer in de week. Het Nederlands team klimt hier ook. We zijn het Nederlands teamcentrum, trainingscentrum van de bond. Maar we hebben ook gewoon voor recreatieve klimmers, beginnende klimmers, cursussen. Wat ik al zei, kinderfeestjes komen hier heel vaak op woensdag en op zaterdag. Het is eigenlijk voor iedereen, van jong tot oud, vanaf 7 jaar. En onze oudste instructeur hier, die is 75. En die draait ook nog steeds mee en die vindt het nog steeds fantastisch, dus dat is hartstikke leuk. Ja. Bergbeklimmen staat natuurlijk bekend als toch wel een gevaarlijke sport. Net zoals duiken, daar zitten ook bepaalde risico's aan verbonden. Ja. Waar moet je nou op letten als je gaat bergbeklimmen? Nou ja, als je bergbeklimmen heeft verschillende takken. Je hebt het alpinisme en het sportklimmen. Als je het sportklimmen zoals dit, dan zit je altijd vast aan het touw. Ben je altijd beveiligd. En word je beveiligd door iemand die op de grond staat. Er zijn overal protocollen voor dat je eerst een bepaalde check doet voordat je gaat klimmen. En dan kan in principe helemaal niks gebeuren. Als je in de bergen gaat is het een ander verhaal. Want dan heb je ook te maken met weersomstandigheden en lawines. En soms moet je gewoon van het touw af om op te kunnen schieten voordat het slechte weer uitbarst. Dus daar komen gewoon wat meer gevaren bij kijken. Maar zoals hier in zo'n omgeving als dit, indoor met instructeurs, trainers omheen die dat ook nog een beetje controleren, dan gebeurt er heel weinig. Dat is allemaal zo veilig. Dus het meest gevaarlijk is om deze kant op te rijden met je auto, dan dat je hier gaat klimmen. Ja. Rick, ik hoorde je net zeggen alpinisme. Wat is alpinisme? Nou, alpinisme is eigenlijk, waar het op neerkomt, is dat je de top van een berg bereikt. Ja. De Mount Everest of de K2, de bekende bergen. En dan moet je naar bijna 9 kilometer hoogte. En sportklimmen, dat kan een wand zijn van maar 35 meter die je beklimt. En dan kom je weer beneden en dan is de volgende aan de beurt. Dus dat is een beetje het verschil. Want de wanden zeg maar hier, hoe lang zijn die? Hoe lang is de grootste, zeg maar? De hoogste wand is 20 meter. Dat is die roze wand hier bij me op de achtergrond. En de laagste wand, dat zie je eigenlijk op, dat is 10 meter. Achter me zie ik ook een hele indrukwekkende wand. Hoe moet ik me dat voorstellen? Want ik kan me niet voorstellen dat je op je kop aan het bergbeklimmen bent. Toch is dat het geval. Dat is onze wedstrijdwand. Ja. En wat ik al zei, het Nederlands team, een jonge oranje traint hier. En die hebben toch zo'n spectaculaire wand nodig om sterker te worden. Afgelopen jaar is hier het Nederlands kampioenschap georganiseerd. Ja. Puur en alleen omdat wij zo'n wand hebben hier zo. Dus wij hebben ook, Jong Oranje zit ook wat jeugdselectie klimmers in van onszelf. Ja. We hebben goede jeugd, ook omdat we zo'n wand hebben. En daar zijn we heel erg trots op. Het is echt de mooiste wand van Nederland, vind ik zelf. Maar ik ben niet helemaal objectief natuurlijk. Met klimmen komen toch een bepaalde technieken kijken. Het is niet alleen maar dat je heel sterk moet zijn, maar vooral technieken en de natuurwetten eigenlijk. Je moet zo dicht mogelijk bij de wand blijven. Net als apen, gestrekte ellebogen. Apen gaan ook zo door de jungle heen en die zie je nooit zo klimmen. En indraaien, zodat je ook dicht bij de wand kan blijven staan en die ellebogen gestrekt kan houden. Ik gebruik wat magnesiumpoeder, dat noemen we bij het klimmen, noemen we dat pof. Zodat ik...
ruwe handen heb voor het klimmen. Ik heb speciale schoentjes aan om het makkelijker te maken dat ik wat meer bij de wand blijf plakken. En ik probeer deze route zo snel mogelijk naar boven te klimmen. Dankjewel. Wauw, wat stoer. Wat voor mountainbike is dit? Het is een 27,5 inch mountainbike. Ja. En dat is een mountainbike die net tussen een 29 inch en een 26 inch in zit. Uh-huh. En daardoor blijf je wel wendbaarder, maar ben je op de rechte stukken ben je sneller. Dat zag ik zo al, hoe jij die helling afkwam. Vind je dat niet eng? Nee, ik heb mijn helm op. En hoe lang doe je dit al? Al 3 jaar. En hoe ben je er zo toegekomen? Het is gewoon lekker om de actie te voelen als je een heuveltje hebt en een bocht en je weet niet wat er gaat komen. En de modder die opspringt. Ja. Nu heb je natuurlijk ook de ideale locatie, Looncentrumse Duinen, vogeltjes, mooie natuur. Wat wil je nog meer? Wat heb jij zelf voor mountainbike? Is dat ook zo'n 27,5 inch? Of? Ja, dat is deze. Dus ik vind het ideaal op rechte stukken, want dan ben je net even wat sneller dan op een 26 inch mountainbike. En in de bochten ben je ook bijna net zo wendbaar. Dus dat is, En waar ligt dat dan aan? Wat is het verschil dan? Dat je dus wendbaarder bent, sneller. Dat is puur technisch natuurlijk, maar hoe zit dat? Je kunt voorstellen 26 inch is een kleinere wielmaat. Dus bij elke omwenteling ga je minder snel vooruit dan bij een 27,5 inch. Want dan heb je een grotere wielmaat. Dus elke slag die je maakt, gaat je wiel ook een stukje verder. Ja. Dus daardoor ben je op rechtere stukken ben je sneller. Nog even over de veiligheid. Hè? Waar moet je aan denken bij mountainbike? Ik zie dat je een helm op hebt. Dat is niet voor niets. Wat zijn er nog meer voor dingen waar je aan moet denken? Eigenlijk en heel simpel is niet overmoedig worden. Dus je moet zorgen dat je jezelf goed kan inschatten wat je aan kan. Hoe je de bocht moet nemen. Ja, en voor de rest is gewoon voorzichtig fietsen. De Looncentrumse Duinen, wat ik net al zei, is natuurlijk een schitterend gebied. Wat zijn de mogelijkheden hier voor mountainbikers? Nou, als mountainbiker heb je een prachtig aaneengesloten parcours, bijna aangesloten. En je kunt goed je interval trainen. Dus je hebt dan weer heuvels, dan weer rechte stukken om je sprint zeg maar, te trainen. En voor mountainbikers daar heerlijk om te fietsen. Nou, ik ben eigenlijk zelf wel heel nieuwsgierig geworden. Kan ik ook niet even een stukje op die fiets rondcrossen? Ja, natuurlijk. Nou, ja, super. Goed voorstellen. Oké. Ga je gang. Ja, dankjewel. Nou, daar gaan we dan. Oh, nou, ik ben kapot. Dit laat ik echt aan de professional over. En naast het mountainbiken heb ik hier voor mijn neus een factsheet over recreatief fietsen in Brabant. En wat blijkt nou? Van de recreatieve fietstochten in Brabant is 26% in de eigen gemeente, 56% van de fietsers is man en de gemiddelde duur van een fietstocht is, u raadt het nooit, 3 uur en 17 minuten. Nou, mij niet gezien. Maar los daarvan, stel je krijgt pech onderweg, dan is er altijd ook nog zoiets als de fietshulpdienst genaamd fietsnet.nl. Het is maar even dat je het weet voor als je lekker gaat fietsen. Tot zover de wetenswaardigheden. Nou, na een heerlijke, eigenlijk een hele zware fietstocht, ben ik hier heerlijk terechtgekomen in het zonnetje op een heerlijk terras bij de Rustende Jager. Samen met de eigenaar Jo, voor me een lekkere Udenhoutse broeder, kopje thee, kopje koffie voor Jo, wat willen mensen nog meer? En eigenlijk om er meteen op in te gaan, Jo, die Udenhoutse broeder, dat is wel jullie specialiteit, hè?
Ja, inderdaad. Het is onze specialiteit. We doen het al meer dan 40 jaar. En wij zijn wijd en zijd bekend om onze broeder. Wat is jullie geheime ingrediënt? Ja, dat mag je niet zeggen natuurlijk. Als het geheim is, dan mag je daar niet over praten. Maar in grote delen is het lekkere suiker met honing, kaneel en bruine suiker. Ik zit hier zo op het terras, hè, en ik zie ook heel veel mensen die hier dus met de mountainbike terechtkomen. Is dit echt bij uitstek een terras voor mountainbikers? Nee. Het is een terras voor gezelligheid. En de mountainbikers die zijn natuurlijk ook wel welkom. Maar dat is maar een tiende van hetgeen wat er eigenlijk hier normaal komt. Want wat hebben jullie nog meer voor mogelijkheden naast dit verrukkelijke terras? Nou, we hebben natuurlijk enorm veel mogelijkheden. We hebben een vergaderzaal, we hebben fietsverhuur, we hebben mountainbikeverhuur, we hebben tandemverhuur. Dus in groepsverband kunnen heel veel mensen met ons samen een dag samenstellen. Hè? Een dagarrangement, zoals we dat noemen. Hoe ziet zo'n dagarrangement er dan uit? Nou, zoiets, 's morgens koffie met broeder ontvangst. Daarna krijgen ze dan bij wijze van spreken fietsen of mountainbikes. Na het mountainbiken bijvoorbeeld kunnen ze douchen. En dan bij wijze van spreken een koud warm buffetje daarna. Nou, dan is die dag zowat helemaal gevuld voor die mensen. En is dat alleen maar voor particulieren, voor bedrijven? Waar is dat voor? Het kan allemaal. Het kunnen ook families zijn die zeggen van God, wij willen met onze familie dit of dat gaan doen. In overleg met ons kunnen wij eigenlijk heel veel mogelijkheden de mensen geven. En jullie locatie is natuurlijk schitterend. Je zit hier echt in het hartje volgens mij van de Loonse en Drunense Duinen. Of zie ik dat verkeerd? Wij zitten op het mooiste plekje in Brabant in ieder geval. Echt waar? Ik zou bijna zeggen Nederland, maar in ieder geval wel Brabant. Wat is er zo mooi aan? Nou, omdat we de vrijheid hebben. Omdat wij dus het vergezicht hebben. Wij hebben... we hebben iets geweldigs. Meestal zit je gewoon ergens op een terrasje en dan kijk je bij de buurman tegen het huis aan. Ja. Nou, wij kijken wijd de natuur in. Snap je? En dat is nou net het mooie van de Rustende Jager. Ik zie dat de Rustende Jager sinds de laatste keer dat ik hier was eigenlijk wel wat veranderd is. Wat is allemaal veranderd? Wij hebben dus vorig jaar hebben wij de serre compleet vernieuwd. We hebben daarna ook het terras mooi aangepast. We hebben een nieuwe plaveisel gelegd. Dus alles is weer eens 100% opgekrikt, noemen wij dat dan. Zodat het aan de moderne tijd helemaal aangepast is. Ja, het ziet er fris en fruitig weer helemaal uit. Charlotte, kijk, dit is nou een wagen voor transport. Ja. Die is geladen voor een klant. Uh-huh. En die klant die bestelt dan bij ons fietsen. Die brengen wij 's morgens en die halen wij dan 's avonds. Zo zijn er in de regio heel veel mensen die fietsen nodig hebben en bij ons terecht kunnen. En tot hoever reikt dat dan? Nou, dat reikt nogal wat hoor, want wij rijden zelf elk jaar naar Leuven in België. Jeetje! Dus zover zitten onze klanten. Ja, inderdaad. Dat is ideaal. Dus stel je hebt een of ander familiefeestje en je wil met z'n allen een tandem gaan huren of wat dan ook. Dan bellen we jullie en dan komen jullie gewoon de tandems voorrijden. Zo is dat. Dan hebben wij een wagen en er staan allemaal tandems op. Wij brengen die 's morgens bij u en we halen die 's avonds weer op. En dat kan op elke locatie. Dus u kunt bij ons beginnen. En wij halen ze bijvoorbeeld in Heusden. Maar je kunt ook in Den Bosch beginnen. Ja. En we halen ze, bij wijze van spreken, in Berkel-Enschot. Dus zo gaat dat. Ik zou zeggen, laat die fietsen maar komen. We zijn hier aanbeland bij vakantieboerderij De Mussenberg. Klopt, ja. Wat zijn de mogelijkheden hier precies? Nou, wij hebben 3 groepsaccommodaties hier. Dus we hebben de mogelijkheid om 3 groepen tegelijkertijd te plaatsen. Maar het kan ook zijn dus dat er 1 grote groep is. Tot maximaal 250 personen. Als de scholen hier komen, dus dan is het voornamelijk in de midweken of halve midweken. En dan hebben we de weekenden, dat zijn voornamelijk families of sportverenigingen. Net zoals voetbalverenigingen of korfbal, volleybal. Ja. En wat kunnen ze hier zo allemaal doen? Nou, we hebben hier natuurlijk onze recreatieruimte. Hè, daar verblijven ze in. Daar kunnen ze dus wat activiteiten doen, net zoals knutselen. En er wordt hier natuurlijk ook in gegeten. Buiten zijn de mogelijkheden om sportieve activiteiten. Hè, we hebben met een speeltuin, dus een groot voetbalveld. Daar kunnen ze dus zelf kleine veldjes van maken. Daarnaast zijn er outdoor activiteiten en we hebben daarin een klimwand, er is een
leefvoetbalspel, we hebben Sint-Jacobsladder en boogschieten. En we doen daar ook kinderactiviteiten bij. En jullie zitten natuurlijk prachtig gelegen aan de Loonse en Drunense Duinen, echt de rand daarvan. Daar maken jullie ook optimaal gebruik van, denk ik. In welke vorm en hoe? Overdag maken ze gebruik van het bos of ze gaan naar de zandvlakte. Uh-huh. Een grote duinvlakte die hier, dat ligt hier ongeveer een kwartier lopen vandaan. Dus dat is dichtbij. En na zonsondergang kan er spelletjes gedaan worden, maar dat is dan net zoals een sluipspel, een douanespel. Dus, ja. En hoe lang geleden zijn jullie hiermee begonnen? Nou, het bedrijf bestaat al heel lang, dus dan praat je over meer dan 50 jaar. Het is dus van grootouder naar van vroeger van echt een boerenbedrijf, dus met koeien en varkens, is het stiltje gaan als bij kamperen bij de boer. Daarnaast zijn eigenlijk de koeien die gingen dus de wei op en dan werden de stallen werden schoongemaakt en dan kwamen eigenlijk de scholen naartoe. Ja. Toen is het eigenlijk naar een groepsaccommodatie is het langzaam gegaan, dus echt verbouwd met keukens en dergelijke. En wij zijn er in 2000 hebben wij de zaak overgenomen, dus samen mijn vrouw en ik. En wat zijn jullie toekomstplannen? Voor de toekomst zien wij echt de accommodatie zoals het eigenlijk nu is. Maar wij zijn wel meer bereid, net zoals het eetatelier die we hebben, vork en kwast. Hè, dus meer op een horeca met dineren, met groepen, met verjaardagen die daar komen. En ook het outdooractiviteiten, dat willen we dus eigenlijk meer gaan verbreden. En outdooractiviteiten, waar moet ik dan aan denken? Nou, wij doen vanavond met kinderfeestjes, mm-hmm. Dus kinderpartijtjes tot en met 12 kinderen. En de outdooractiviteiten zijn met een trekkertocht. Dat zijn lichtskeltes met 3 wielen en dat moeten ze met hun benen sturen. En dan gaan we dus echt met een maximaal van de grootte is 12 kinderen, dan gaan we een route maken door een gedeelte door het bos en een gedeelte door een stukje door het dorp. En dat duurt ongeveer een uur. En dat is in combinatie met levend voetbalspel of Sint-Jacobsladder. En dat kan weer gecombineerd worden met boogschieten. Nou, hartstikke leuk. Dan ga ik nu naar Bea. Die is druk bezig in het eetatelier, begreep ik. En dan gaan we daar even een kijkje nemen. Okay. Dankjewel. Graag gedaan, dankjewel. Bea, we zijn hier in het eetatelier van jullie vakantieboerderij de Mussenberg. Vertel, wat kun je hier allemaal doen? Want als ik ze om me heen kijk, ze zijn lekker aan het kokerellen geweest. Ja. Je kunt hier schilderen. Wat is er mogelijk? Nou ja, zoals je hoort en ziet, wij zijn op dat gebied multi-inzetbaar. En daar hebben we ook bewust een keuze voor gemaakt. Omdat toen ik de boerderij met mijn man over ging nemen, toen had ik zoiets van, nou, daar valt meer uit te halen. Dus toen zijn we eigenlijk van deze stal eerst een atelier gaan maken. Daar heb ik van lieverlee workshops ben ik daar gaan geven. Aan kinderen en ook toen aan volwassenen. Ik ben eigenlijk helemaal geen schilder. En op een gegeven moment, na de geboorte van ons eerste dochtertje, van ons dochtertje, ben ik gaan schilderen en dat ben ik blijven doen. En op een gegeven moment had ik zoiets van, nou, daar moet ik gewoon meer mee gaan doen. Uh-huh. En toen ben ik ook schilderworkshops gaan geven. En in 2008 hebben we dit gebouw helemaal omgetoverd tot eetatelier Vork en Kwast. En wat moet ik me daarbij voorstellen bij zo'n workshop schilderen? Wat gaan mensen dan precies doen? Nou, het leuke, het laagdrempelige van de schilderworkshops die ik geef, is dat ik met allerlei organische materialen werk. Ja. Dus dat zijn schorsen, mos, zand, glas, alles wat je... Ik laat dan ook kinderen naar buiten rennen en pluk maar wat je vinden kan, gras. En werk het in het doek en dan werk ik met behangplaksel, maar ook dus met verf en druktechnieken. Dus het is eigenlijk heel laagdrempelig, omdat je altijd effect en... ja, grilligheid krijgt. En dat maakt het heel, ja, en ook met bestaande materialen, een beetje illustratief materiaal. Mm-hmm. Dus als bijvoorbeeld een hoofdje met echte oogjes uit een tijdschrift of zo. Dat maakt het voor kinderen altijd heel speels en creatief. En dat eetatelier, dat is dus mogelijk als je hier sowieso een groepsarrangement geboekt hebt. Maar kun je bij wijze van spreken ook als je zegt van, nou god, mijn ouders zijn 25 jaar getrouwd. Ja. Ik wil iets leuks doen. Kun je hier dan ook terecht? Ja,
Het is niet zo dat je alleen maar hier te gast hoeft te zijn. Het is ook een dagarrangement gebeuren. Dus als jij belt en je wil graag een feestje geven, of je wordt 50, of een vrijgezellig feestje, of whatever, dan kan dat allemaal. Daar passen wij naar maat een dag op in. Hartstikke leuk natuurlijk. Ik hoor jou net ook al zeggen van, goh, het is een familiebedrijf. Het is van jouw ouders van origine geweest en jij bent dat gaan overnemen en restylen? Hoe moet ik het zien? Inderdaad. Het was met alle respect een niet echt eigen tijdse boerderij. Dus we hebben er een swing aan gegeven door vooral de gebouwen van binnen een likje verf te geven en wat van deze tijd meubilair. En met het atelier hebben we echt de swing eraan gegeven om het verlengde van ons woonhuis, gewoon een ongedwongen sfeer, woonkamer, annex, leefkeuken neer te zetten en mensen daar het gevoel te geven dat ze thuis zijn. Eigenlijk bij oma aan tafel schuiven, maar bij oma heb je maar 4 stoelen en hier heb je er 25. Ja, hartstikke leuk. Nou, ik zou zeggen, wij gaan aan de slag. Tot zover het programma over recreatie en toerisme in Midden-Brabant. Wellicht bent u een stukje wijzer geworden over wat er allemaal te doen is in deze prachtige streek. Zoals ik al zei, er is nog veel meer te doen en te beleven. Dit is slechts een kleine selectie, maar we hopen dat we u in ieder geval hebben geenthousiasmeerd. Bedankt voor het kijken en tot een volgende keer.